Het heeft 2,5 jaar geduurd, maar Max Janssen is samen met Burgers Ocean de eerste ter wereld die succesvol anticonceptie toegepast heeft bij een vissoort. Het gaat bij dit onderzoek om een vrouwelijke adelaarsrog. Een van de vrouwen is eigenlijk te succesvol geweest. Ja, en te kan je bijna niet voorstellen, maar die heeft al 21 jongen gehad. En die zijn all over Europa verstuurd. En die zitten dus in allerlei verschillende aquaria. En we zijn een beetje bang binnen het kweekprogramma, het Europese kweekprogramma, dat ze eigenlijk een beetje oververtegenwoordigd wordt in Europa. Vandaar dat we gezegd hebben van weet je wat, we gaan eens kijken of we haar kunnen laten stoppen met kweken. En dat is natuurlijk heel jammer, want je bent net zo succesvol. We zijn de grootste kweker ter wereld en dan stoppen we. Maar het is toch wel van belang om inteelt te voorkomen. Vandaar dat we gezegd hebben van nou, we gaan eens zoeken. En een van de methodes is bijvoorbeeld een prikpil. Dat is iets wat heel veel gebruikt wordt bij zoogdieren in dierentuinen, maar eigenlijk nog nooit bij een vis uitgevoerd is. Dus het was even zoeken van ja, kan dat of kan dat niet? En we hebben het gewoon gedaan om eens te zien van nou, gaat het lukken? En na 2 jaar, we zijn nu 2 jaar verder, zien we nog steeds dat ze geen jongen heeft gehad. Nou, het onderzoek is tot stand gekomen dat we natuurlijk binnen het team besproken hebben van ja, hoe gaan we dit oplossen? De dierenarts is erbij gekomen en die gaf aan van nou, we zouden dat eens kunnen proberen. Natuurlijk eerst nog even gekeken of het fysiologisch wel kan, want hè, met hormonen wordt die hele voortplanting geregeld. Nou, bij zoogdieren is dat toch ietsje anders dan bij vissen. Het zijn wel dezelfde type hormonen, maar ze zien er net ietsje anders uit. Dus het was ook de vraag of dat dan wel zou werken bij vissen. En het heeft gewerkt. En het heeft gewerkt. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Dat je kan zien van ja, ook een hormoon, een systeem wat op zoogdieren gebruikt wordt, lijkt ook bij vissen te werken. Eigenlijk willen we binnen de aquariumwereld zoveel mogelijk kweken. Dus dat is wat dat betreft natuurlijk wel ook gelukt voor ons. Maar juist omdat we steeds meer kweekprogramma's op gaan bouwen voor allerlei haaien en roggen in Europa. Er zijn er nu 40, dus 40 verschillende soorten, hebben een programma met een coördinator. En die houdt dus in de gaten van hoe de populatie zich ontwikkelt. En je wil geen inteelt. Hè? Je wil niet een broer en zus laten kweken bijvoorbeeld met elkaar. Maar hoe komt het dat er zo weinig onderzoek naar gedaan wordt? Nou, omdat eigenlijk we nu nog in de kinderschoenen staan, dat we nu nog steeds heel erg druk zijn met het kweken van haaien en roggen. Ja, er moet nog heel wat onderzoek gedaan worden. En hoe gaan jullie nu verder? Ja, dat is een leuke vraag van hoe gaan we nu verder? Want het is natuurlijk fantastisch dat je opeens een techniek hebt om anticonceptie te kunnen gaan doen bij een vis, binnen een kweekprogramma. Hoe we nu verder gaan is dat we gaan kijken binnen de andere Europese kweekprogramma's, dus van andere soorten haaien en roggen, of daar ook dieren oververtegenwoordigd zijn. En dan zou je dus ook zo'n prikpil kunnen aandienen.